De Centrale Bank van Suriname gaat na hoe een groter deel van de samenleving die is uitgesloten in het bancaire betalingsverkeer erbij te betrekken. Bankpresident Maurice Roemer sprak gisteren tijdens de persconferentie in verband met de aankondiging van grotere coupures, bankbiljetten. Roemer stelt dat het bankwezen giraal betalingsverkeer stimuleert en probeert zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Dat is een streven van en van de regering en van de centrale bank. Wij zijn op dit moment in een vergevorderd stadium. We hebben onderzoek gedaan in samenwerking met de universiteit. En wij proberen binnenkort met oplossingsmodellen te komen om in ieder geval dat grotere deel, ook mede vanwege de grote informele economie in ons land, om te kijken hoe we deze mensen kunnen includen. Het betrekken van de doelgroep betekent niet per se dat je deze personen laat deelnemen aan het giraal betalingsverkeer via de banken. Met de introductie van de nieuwe biljetten zal het afwikkelen van transacties veel makkelijker verlopen. Het betekent ook dat deze mensen betrokken kunnen worden in elektronische betaalsystemen die van persoon tot persoon functioneren, maar ook impact hebben op banken, zegt Roemer. Dus daar wordt de focus op gelegd de komende tijd om uw vraag te beantwoorden om het giraal betalingsverkeer verder te duwen. In termen van efficiëntie, kosten, voor zowel de gebruiker als voor de banken, is dit gunstig. Heel gunstig. Want in zo'n stapeltje bij de bank, en ik zit hier niet het belang van de banken te dienen, maar van u als consument, in zo'n stapeltje gaan er bijvoorbeeld 20 briefjes. En ik ken uw portemonnee niet, maar u pint vaak. Ja, waarom pint u vaak? U pint waarschijnlijk ook vaak omdat u betalingen moet doen aan een partij die geen bankrekening heeft. De governor voegt eraan toe dat grotere coupures in omloop brengen in termen van effectiviteit beter voor de dag zal komen.